Hallo allen en welkom weer bij deze nieuwe Hints en Theorieën video. Als je hier nieuw bent, abonneer zeker op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En laten we dan maar snel gaan beginnen met de top 5 Hints en Theorieën van aflevering 6 van De Mol, België. Hint 1 gaat over opdracht 1. Waar kan je hier het beste zitten als mol zijnde? Waar kun je hier het beste zitten als mol zijnde? Waar kun je het beste zitten als mol zijnde? Waar kun je het beste van als mol zijn? Slechte imitatie. Maar we gaan door. Mij lijkt het alsof Uma en Manu juist heel goed bezig waren met de puzzels. Juist heel goed bezig waren met de zinnen. Van de beelden af te schuren. En juist daardoor ook gewoon heel goed doorgaven en zo. Zodat de anderen het uiteindelijk goed konden doen. Dus in deze opdracht lijkt mij dat de mol zit bij het groepje van Jens, Anke en Sven. En we weten dat Anke er natuurlijk nu ook uit is, spoiler alert. Dus Jens en Sven zouden een hele goede kunnen zijn. Sven deed hier bijvoorbeeld ook alsof hij het niet wist en alsof hij er geen zin in had. En alsof het hem niet zo boeide. Erg verdacht. Hint 2 gaat ook over de eerste opdracht. En dit is een anti-mol actie. Want Manu vindt namelijk als allereerst tekst op het beeld die ze moeten schuren. Als je als mol weet dat er tekst op dat beeld staat, dan wacht je er sowieso mee op iemand anders die dan die tekst gaat vinden. Dus je zit met z'n tweeën in dat kamertje. Eén daarvan is de mol, bijvoorbeeld Manu is dan de mol. Dan zou zij echt niet ineens zomaar die tekst op gaan lezen of zo. Dat zou zij niet doen, dan zou ze echt gewoon op wachten totdat Uma die tekst pas op het beeld zou zien. Dus echt een goede anti-mol actie naar Emanuelle. Hint nummer 3 gaat over de tweede opdracht met de banana's. Hier heeft Jens namelijk al meteen een hele gekke outfit aan. Wat er misschien op kan lijken dat het voorkennis is. Ja, lastig. Ik weet zelf niet even snel uit mijn hoofd of het ooit al eerder geweest is in de Mol België. Want anders is het misschien wel het spreekwoord: de geschiedenis gaat zich herhalen of toch niet. Erg verdacht in ieder geval dat hij een kleding aan heeft met bananen. Het zou een goede hint kunnen zijn. Hint nummer 4. Ja, dat is eigenlijk een soort molactie. Want ik kon niet heel veel halen uit deze aflevering. Dus ik dacht, ik bespreek eventjes de kleine dingetjes. Dit gaat namelijk over dat Sven en Jens in de mist gaan met de vraag waarom bananen krom zijn. Dus Sven, die zegt als eerste... bananen zijn krom door het licht, door het zonlicht, want ze groeien naar boven. Daarop zegt Jens, dat klopt. Vervolgens pakken ze die banaan van dat die krom is met licht. En dat is fout. Wat kun je hier zijn als mol zijn? Stel Sven of Jens is de mol. Je weet het niet. Stel Sven is de mol, dan begint hij er meteen over met zonlicht. Dat is misschien logisch klinkend. Als je die andere antwoorden ook ziet, dat het komt door de zwaartekracht of door dit of door dat, dan lijkt het logisch dat het door zon te maken heeft. Maar als mol denk ik dat als de mol hier bij deze twee personen is, dan is dat Jens, lijkt mij. Als mol ga je niet zomaar beginnen over het verkeerde antwoord, tenminste ik zou dat niet doen. En daarnaast, Jens die gaat er gewoon mee akkoord en die gaat heel makkelijk mee. Het kan dus ook heel goed zijn dat hij de mol is. Voorkennis met die bananen. En dat hij zo mee is gegaan met Sven in het verkeerde antwoord. Zodat de andere kandidaten niet alleen Sven, niet alleen hem verdenken. Niet alleen Jens verdenken dus. Maar ook Sven. Tot slot hint nummer 5. Hier kunnen we niet echt heel veel over zeggen. De aflevering gaf mij ook niet heel genoeg indruk. We kunnen hier iets groots mee maken, een hint of zo. Maar we kijken even naar de Follow the Money.
En als we naar de Follow the Money kijken, dan zien we dat Uma en Sven tot nu in aflevering 5 maar 173 euro hebben verdiend. Dat is het minste van de andere kandidaten. Jens had 673 euro in de aflevering. Dus Sven kruipt toch ook nog wel wat meer mijn kant op, mijn lijstje op. Vorige week zei ik dat Anke de Mol was, maar ja, die is het dus niet. Dus ik durf het eigenlijk niet heel 100% te zeggen. Maar mijn gevoel gaat nu na deze aflevering te zien hebben uit naar Sven. Ja, dat is eigenlijk mijn persoonlijke mening. Dan was dit ook weer de video van deze week. Ik hoop dat ik jullie volgende week weer zie. Als je hier nieuw bent en iets hebt gehad aan deze video ook, of je hebt helemaal niks gehad aan deze video, abonneer dan toch zeker, want er komt veel meer content aan. Ik ben ook bezig met wat andere dingen. Dus abonneer voor meer en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Laters.